als jij nu een bestelling plaatst bij een flitsbezorger. Net zoals ik. Heb je nog voor het einde van deze video je croissant, pak rijst of chocoladereep in huis? Is een belofte van mij om het niet al te langdradig te maken. En een belofte van het bedrijf om met 10 minuutjes jouw boodschappen bij jou thuis af te leveren. Wist je al? Want je wordt doodgegooid met advertenties en die blokrugtassen die zie je vast ook wel eens voorbij schieten in je straat. Misschien bestel je zelf ook wel eens. Chips, koek, drinken. Toetjes. S'avonds laat in de winter als het koud is. Nou, gewoon met bier en zo, dat soort shit. Zeg maar net bezig ben met eten maken en ik mis net iets. Dat is gewoon heel makkelijk. Snoep, ja man. Pizza soms. Met je maten bent en je bent stoned of zo. Kun je gewoon drinken bestellen makkelijk. Ik voel me wel een beetje lui, maar het is prima. Ik vind dat chill. Dat is niet erg hoor. Heb ik ook wel eens. Of ben jij juist diegene die op pad gaat? En als het niet regent of niet koud is, is het ook echt heel leuk om te doen. Maar hoe kan het dat je boodschappen in 10 minuten bij je zijn? En vooral, moeten we dat wel willen? We have been forced to work without proper installations on our bikes, with broken bikes, with the worst conditions. Flitsbezorgers, daar gaan we. Oké, toch eerst nog heel even op de rem. Want wat is een flitsbezorger precies? In Nederland zijn er nu 4 actief. Zep, Getir, Gorilla's en Flink. Het zijn bedrijven die jou met hun gelikte apps, kortingscodes en beloftes als klant proberen te krijgen. Je bestelt er eieren, bananen, avocado's, toiletpapier, diepvriespizza, zak chips, als je in een heel wilde bui bent, een seksspeeltje. En zij brengen het dan zo snel mogelijk bij jou thuis. Flitsbezorging in Nederland gaat hard. Vooral door jullie. Volgens dit marktonderzoek kennen zoveel mensen flitsbezorging. Dit deel daarvan gebruikt de apps ook daadwerkelijk. De verwachting is dat dat alleen maar meer wordt, want het gebruik van flitsbezorging is in een half jaar tijd verdubbeld. En ze spreiden zich snel uit over het land. Inmiddels is in 29 steden tenminste 1 flitsbezorger actief. Hun doel? Jou als klant binnenhengelen. Onder andere door slimme marketing. Advertenties met kortingscodes en beloftes vliegen je om de oren. Er zit een hele methode achter. Door naar data te kijken over het aantal kliks, worden die advertenties continu aangepast. Een kleine verandering in tekst, kleur of producten kan ervoor zorgen dat net iets meer mensen gaan klikken. Alles zodat jij uiteindelijk een bestelling plaatst. En eerlijk, het klinkt toch ook gewoon te mooi om waar te zijn? Je boodschappen bij je thuis in 10 minuutjes. Is niet alleen handig. En dan heb je bezoek en dan, oh, wijn is op. Het speelt ook in op het beloningssysteem van je hersenen. Hier doe je je bestelling en in de periode dat je wacht, stijgt je dopamine-level. Het is zelfs zo dat als je denkt, die 10 minuten, dat kan toch helemaal niet, dan wordt je dopamine-level nog hoger. En hier gaat de deurbel en is de spanning er weer vanaf. En dan zit je tevreden met je bak ijs op de bank en denk je de volgende keer, dat wil ik weer. Tenminste, dat hopen ze. Want we gaan het er zo over hebben hoe deze bedrijven geld verdienen, of niet, maar waar ze in ieder geval op inzetten, dat flitsbezorging voor jou een way of life wordt. Marketing-experts denken dat 3 bestellingen binnen 4 weken al voldoende zijn om te spreken van een nieuwe gewoonte. En vandaar al die kortingscodes. Om gemak of nieuwsgierigheid uit te laten groeien tot die nieuwe gewoonte. Het is niet alleen aantrekkelijk omdat het snel en handig is, maar ook goedkoop. 1,80 € aan bezorgkosten en de producten zijn meestal niet duurder dan in de supermarkt. Echt? Oh yo. Hoe dan? We maakten er een interactief verhaal over. Check de link in de beschrijving. Deze bestelling kost de flitsbezorger in ieder geval meer dan dat het oplevert. Heeft onder andere te maken met advertenties en loonkosten. Check zelf maar even. Klinkt niet super lucratief. Toch wordt er enorm veel geld ingepompt door durfinvesteerders. Geldschieters die niet bang zijn voor grote risico's. Wereldwijd is er al meer dan $14 miljard in deze bedrijven gestoken. Doen ze? Met maar 1 doel. Zo snel mogelijk de grootste worden, in zoveel mogelijk regio's. Want winst maken kan alleen met heel veel klanten en zo min mogelijk concurrentie. Dus de kans dat je over een tijdje nog zoveel kleuren voorbij ziet schieten, is klein. Experts die wij spraken verwachten dat er maar 1 of 2 flitsbezorgers overblijven. En dan begint het geld verdienen pas. Zou kunnen dat er dan wel wat aanpassingen komen, zoals hogere bezorgkosten, hoger minimaal bestelbedrag of duurdere producten.
Volgens dit marktonderzoek is 70% van de mensen bereid om meer te betalen voor duurdere producten, in ruil voor een snelle bezorgdheid. Want stel je voor dat je dat hele stuk naar de supermarkt moet. Ja, het kan zijn dat we natuurlijk als consumenten eigenlijk zo verwend worden dat we eigenlijk een soort van prinsen op een kasteel worden en ons eigenlijk alleen maar via een app laten bedienen door een soort van nieuwe midden- of onderklasse die hard voor ons gaat fietsen. Dus dat we eigenlijk al het sociale contact vergeten en alleen maar eigenlijk van onze luie stoel de hele dag doorbrengen. Misschien dat uiteindelijk het doen van boodschappen eigenlijk wordt gereduceerd tot een noodzakelijke transactie. Flitsbezorgers zelf zeggen, wij voldoen gewoon aan een vraag. En aan een nieuw fenomeen moeten mensen nou eenmaal wennen. Het moet nog even zijn plek vinden. Die boodschappen waar we het al de hele tijd over hebben, die komen uit een soort magazijn. Of met een spannend woord, darkstore. Het zijn panden, vaak in de binnenstad, die zo efficiënt mogelijk zijn ingericht. Riders verzamelen er voor iedere bestelling zo snel mogelijk de producten. De panden zijn niet open voor publiek en hebben vaak afgeplakte ramen. Niet mega gezellig voor je binnenstad, mopperen sommige gemeentes. Amsterdam en Rotterdam hebben al gezegd geen nieuwe darkstores te willen. Utrecht wil ze niet in woon- en winkelgebied. Ze zullen zich echt moeten vestigen op plekken waar bewoners er geen last van ondervinden. Bovendien zijn het geen winkels, dus ik wil ze ook in Rotterdam niet in de winkelstraat hebben. Wij deden een rondgang langs de gemeente waar stores zitten. En ongeveer de helft daarvan zegt klachten te krijgen van omwonenden. Het gaat dan over geluidsoverlast, laden en lossen, verkeerd geparkeerde fietsen en de uitstraling van de straat. De meeste gemeenten geven aan nog te bekijken hoe ze hiermee om willen gaan, omdat het allemaal nog redelijk nieuw is. Er wordt ook geklaagd over gevaarlijke verkeerssituaties. Want in 10 minuten ergens moeten zijn, betekent een flink doortrappen op je elektrische fiets. Hoe kijken bezorgers daar eigenlijk zelf naar? Omar? Tegen de tijd dat ik zelf moet gaan fietsen heb ik nog zeker altijd meer dan de tijd die ik nodig heb om bij de klant zelf te komen. Dus mocht ik het adres ook niet vinden, zelfs dan zou ik het nog moeten redden. Maar het gaat heel efficiënt omdat de orderpickers precies weten waar alles staat. Daar zijn ze ook op getraind. Nadat het is ingepakt wordt het ook zo snel mogelijk aan de rider overhandeld, zodat er geen onnodige tijd wordt verspild. Ik vind het wel leuk. Ja, ik heb het gewoon naar mijn zin. Ook met leuke mensen werken altijd. Ik zie de hele stad en de tijd vliegt ook voorbij. In de winter is het natuurlijk soms even bikkelen. En ik maar bestellen, hè? Terwijl jij door de regen moet fietsen. Ja, maar dat hoort erbij. Daar heb ik me voor opgegeven. Omar, die is blij met zijn werk. En dat worden we meer. De vrijheid, de beweging, allemaal voordelen. Bovendien zijn de arbeidsvoorwaarden vaak prima. Hebben de riders een cao en een contract. Niet per se gebruikelijk in de bezorgbranche. Maar er zijn ook nadelen. In Duitsland gingen medewerkers van Gorilla's de straat op om te staken. Ze klagen over rugpijn door zware rugtassen, gevaarlijke situaties door de druk die ze ervaren en kapotte fietsen. En een deel van die medewerkers werd ontslagen omdat ze staakten. People seem to have these expectations that like working in a bike company usually is not good anyway. I had bruises on my back because of carrying these bottles and cycling on the cobblestone. This is unacceptable. Groeistuipen die je vaker ziet bij start-ups die extreem snel opkomen. Er gaan dingen mis en er ontstaat discussie. En ja, ieder bedrijf heeft opstartproblemen, dus Gorilla's ook. Dus dat betekende dat er natuurlijk overal fietsen voor de deur stonden. Prullenbakken voor de deur stonden. Ze hadden in het begin nogal de neiging om lekker hard de muziek te doen. Hè? En nu is het heel gezellig, maar het is natuurlijk even wennen. Zoals beloofd, ik ga afronden. Ik ben in ieder geval heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Of jullie het wel lekker vinden om zo snel verzadigd te zijn. Of misschien vind je het wel zorgelijk, alles zo snel en gehaast mogelijk. Laat het even weten in de comments. En mijn bestelling is er. Nou, een abonneerknop. Speciaal voor jullie. Tot de volgende keer.